Vandaag heb ik een nagellakstage en hier zitten wat, gewoon nepnagels, gewoon andere dingen. En in de schoenendoos zitten de nagellak in. En mijn nagellak zat eerst in deze doos. En dat heb ik nu veranderd, gewoon een schoenendoos. En deze zijn van Hush Puppies, want ik heb, nieuw laars. Ik zal ze ook even laten zien. Omdat ik heb dus nieuwe laars gekocht van deze. En daar is die schoenendoos van. Nou, wat hierin zit. Allereerst dus een van de Primark. Een vesterwijs spray. Gewoon heel simpel. Heb ook wat nepnagels. Nepnagels vind ik echt super leuk om te hebben. Maar ik gebruik het eigenlijk niet. Ja, soms wel. Daarom zijn mijn nagels ook zo kort. Omdat ik wou dus deze op gaan doen, maar de lijm is gewoon zo slecht. Ik zal het even goed laten zien. Deze hebben een soort van zilveren, paars met zilver. Echt heel leuk is die. Dan heb ik ook roze en dat zijn deze. En deze hebben wat meer, gewoon simpel roze. En die vind ik zo schattig. Ook deze met roze. En deze zijn van de Zeeman. En deze is van Kaya. Heb ik er ook eentje uit Primark dus. En deze hebben snorretjes. En deze zijn heel erg mooi. En ze zitten ook heel erg goed. Omdat deze zijn rond. En deze is allemaal niet. Dus je moet deze allemaal gewoon goed gaan veilen. En heb ik ook wat nagelveilen. De zwarte vind ik het fijnst. Omdat die is gewoon heel erg fijn. En dat is ook echt een tip om het gewoon een zwarte te hebben. En ik heb dus ook deze. En gewoon paars. En deze zijn ook van Zeeman. Ook deze. En dan gaan we nu naar de nagellakdoos. En dan is dit de doos waar het allemaal in zit. Mijn nagellak. En ja, het is al mijn nagellak. Ik heb ook wat Action nagellak. Dat is omgevallen nu. En ik vind Action nagellak, gebruik ik eigenlijk nooit. Maar toch, dus dat is dus die. Ik heb deze nagellak nu op van Sally Hansen uit de Complete Salon Manicure 406 Purple Heart is dit. En het is echt een hele mooie kleur. Zo ziet niet zo heel erg goed op de camera te zien, maar zo wel. Heel licht paars kleurtje. En ik begin allereerst met gewoon Essence. Als er deze kleur, dit is echt een hele mooie van Essence. Gewoon heel erg makkelijk. Geel. En dit is nummer 191 Love is in the Year, zoals je ziet. Oh. En dan heb ik ook groene, paars, blauw. Een beetje zo'n kleurtje die iedereen wel staat. En dit is nummer 154 Pink and Proud. Gewoon de Sparkle Scent Effect. En ik heb ook deze kleur. En deze ook super mooi is deze. En dit is nummer 406 Fury Hugs. En deze lijkt wel een beetje op deze. Maar toch, die van Essence is toch wat rozer. Dus het lijkt er wel op. Maar toch, die is wel wat paars en die is wat rozer. Dan heb ik ook een Miss Porty. En ik heb heel veel nagellaks van Essence. Dus ook glitter, topcoat. En ik ga nu over naar Miss Porty. Als eerste heb ik een roze kleurtje, een beetje metallic-achtig. Heb hem ook in het blauw. Heb ik ook een blauwe, ziet hem niet echt heel erg goed op de camera, zo wel. Gewoon een heel simpel kleurtje. Een blauw, die staat iedereen wel, dus nummer 320. En hij is echt super mooi. Heb ik ook een soort van mintgroene kleur en dit is nummer 330 volgens mij. Dan heb ik ook een soort van paars kleurtje en dit is een roze. En dit zijn nummer, even kijken, 404 is deze. Even terugzetten. En dan heb ik ook nog 326. Dat is echt een hele mooie kleur. Het is echt een hele mooie zomers kleur. Dus die is ook echt zeker mijn favoriet met deze. Dit is mijn favoriete nagellakje. En die ook deze roze en deze paars. Die paars van Sally Hansen. En dan heb ik ook hier wat nagellak is goud. Goud is nummer 312 trouwens. Roze, gewoon heel simpel roze. 307. Dan heb ik ook nog gewoon oranje. En hij lijkt een beetje op deze. Maar die oranje is toch wel
Nou, je ziet het niet goed. Maar die, deze, dus die iets rozere is toch iets roze. Hè? En die oranje is het gewoon voor de WK en zo. Dit is nummer 460. Dan heb ik ook cartridge. En het zit een beetje raar bij elkaar. Maar dit zijn dus mijn nagellaks van cartridge. Het is gewoon heel simpel. Blauw en roze. Ik heb er niet zo heel veel. Dit is 15 Demon Moore. En deze gaat uit het assortiment. Ik draag hem eigenlijk nooit. Dus ja, ik heb hem maar één keer gedragen. Dan heb ik ook deze kleur. Een hele mooie roze. En die is ook heel mooi. Dit is 106 Call Me Princess. Heb ik ook NIC. NIC is ook wel een goed merk. Een simpel merk. Gewoon een blauwe, paarse. Deze lijkt wel een beetje op deze. Even bij elkaar vergelijken. Beetje hetzelfde, maar nog niet helemaal. En dan heb ik ook Vogon. Heb ik eentje van. Gewoon een topcoat voor de Glow in the Dark topcoat. Dan heb ik ook van MOY. Heb ik gewoon een nagellakje. Gewoon heel simpel paars. En dit is nummer 553, zoals je ziet. En dan heb ik ook L'Oréal Paris. Gewoon heel simpel. 829 is dit. Paarse. Het komt er heel raar over. Het komt echt blauw over. Maar het is gewoon echt paars. Dus ik weet niet wat het is. Maar gewoon paars is het. Zilver heb ik ook. Het is een crackle nagellakje. Ik weet niet welk nummer dit is. Het staat volgens mij ook echt gewoon nergens op, het nagellakje. Nee, er staat gewoon niks op van welke kleur het is. Vogon heb ik nog een keertje. Gewoon een grote en een, ja, gewoon een Glow in the Dark topcoat. Wat ik net al zei. Heb ik ook blauwe en een rode van Safari. Die rode is echt super dekkend. Dus die is echt heel erg fijn. Ik heb ook nog een gele. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik vind het niet echt mooi, maar dat zachtere gele vind ik wel mooi. Dan heb ik ook een nagelvaarder. Hema nagellakjes. Nummer 06. Nummer 05. Nummer 07. En nummer, dit is echt een hele mooie van Hema. Mint gewoon, volgens mij 838. Omdat hij nummer staat er niet meer op. Omdat ik hem dus van mijn vriendin Noah had. Dus ja. Dan heb ik ook Golden Rose. Golden Rose is ook echt een heel fijn merk voor nagellak. Ik heb dus een bruine. Heel simpel bruin. Blauw. Roze. Zacht roze. Mintgroen. Mintgroen. Zacht gewoon pastel roze. Van de Golden Rose Jolly Jewels nagellakken heb ik nummer 121. Heb ik ook van Gold Rose. Echt een hele mooie rode kleur. Dit is echt mijn favoriete rode kleur. Samen met deze. Ze lijken gewoon echt heel erg op elkaar. Ziet, ik zal het even een beetje in het licht doen. Nee, je ziet het niet echt goed. Maar die rode van Gold Rose is 26 uit de Color Expert lijn. En dit is dus voor één keer dekkend. En ik had dus ook een witte van die. Maar die was dus echt gewoon niet dekkend. Dus die heb ik ook gewoon weggegeven aan iemand. Of ik heb hem weggegooid, ik weet niet. Maar goed, in ieder geval, ik heb dus ook Gosh. En dit is 547 Blue Monday. 11 heb ik ook. En dit is nummer, waar staat dat? Teal Blue volgens mij is dit. En hij lijkt echt gewoon echt super blauw. Het is gewoon echt groen. Action heb ik ook. Onbekende merken. Bruin, roze, paars. Ja, een beetje paarsachtig. Heb ik ook. Ja, Sally Hansen is mijn favoriete nagellak. Hij blijft super lang zitten. Ik heb ook Action, roze, blauw, groen en paars en geel. En dit was een beetje mijn nagellakstash. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja, en trouwens, ik heb ook deze kleur trouwens nog. Gewoon wat action en zo. Dus ja, dit was mijn nagellaksters. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!